En van die grote flessen, halve liters. Dat ik denk, ik lag bij mezelf, wow. Oké dan, door de week, klaarlichte dag. Het begin van de middag, na halverwege de middag. Dan al aan de bier. En ben ik sowieso al niet gewend. En dan heb ik, die naam is alleen nog vervaagd. En dat is iets waar ik absoluut niks aan kan doen. En ik heb er ook het geld er niet voor. Maar daar behoort de naam Jack in te staan van mijn mannetje. Ja, hij had er ook een met mijn naam erin. Nou, en het zal hartstikke duur wezen omdat we het moeten laten repareren of zoiets. Hele goedemiddag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuw vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer woensdag, de 13e van de 7e 2022. En we leven om 13:50. Ik ga rap even met de meiden uit. Ja, zoals jullie zien, ik heb mijn haar gewassen, et cetera. Maar het begint al uit te groeien. Maar ja, het maakt niet uit. Ik moet donderdag, morgen dus, moet ik naar de kapper. Dus die zullen het eerst weer knippen en daarna ga ik het zelf weer even kleuren met die tube die ik van Claudia heb gehad. En zo zien we er dan weer onderuit komen. Ja. Dus we gaan er even snel vandoor, want ik krijg zo meteen mijn begeleider Cindy. Want Daphne heeft een weekje vakantie. En daarbij kom ik haar gisteren ook nog gezellig even tegen. Dus. Wat de dag ons verder gaat brengen, weet ik niet, want ik wil ook aan het werk met renderen. Dus dat, het is mij een beetje te warm om buiten te zijn. Dus ja, het is wel prachtig mooi weer. Maar oké, ga gewoon genieten van hetgeen wat je gaat doen. En geniet ook gewoon met ons mee. Maar ja, ook wat gedaan moet worden, moet je gewoon doen. Ja, werken gaat voor de leuke dingen. Toch? Dus ja, ik zou zeggen, geniet ze. En geniet gewoon ook weer met ons mee. Zo, lieve vrienden. Ja, mijn begeleidster is lang al geweest. Ja, die... lang al geleden, ja. Ik ben druk bezig. Ik moet weer een gedicht in elkaar zien te flansen. Want dit gaat over... dat ik op visite ben geweest en dat Claudia is geweest, dat was 1 juli jongsleden, vrijdag 1 juli jongsleden, Claudia dus geweest. En ik ging op visite bij een vrouwtje die Jopie heette. En ja, daar ben ik niet meer welkom. Dus ja, daar gaat het gedicht ook over, hoor, dat ik niet meer welkom ben. Ja. Waarom? Ze heeft mij afgewezen om mijn piercingen en mijn tattoos. Oh, Sivan, ik kijk je naar de verpakking. Ik niet hoor. Nee, ik ging ook beginnen. Zij zat al op klaarlichte dag aan de bier. En van die grote flessen, die halve liters. Dat ik denk, ik lag bij mezelf, wow. Oké dan. Door de week, klaarlichte dag. Het begin van de middag, na halverwege de middag. Dan al aan de bier. En ben ik sowieso al niet gewend. Vooral als er geen feestje is of wat dan ook. Ze drinkt iedere dag bier. Ik denk, halleluja. En, nou ja, ieder zijn. Maar daar heb ik ook niks van gezegd, weet je. Ieder zijn. Laat iedereen in zijn waarde. Maar dat doet ze bij mij niet. Nou ja, die kuilgraaf voor de een valt er zelf in. Ja, ik ben niet meer op mijn bek gevallen. Nee, ik zeg waar het op staat. Ja, vind jij mij, moet je me daarom, hoe zeg je dat? Als iemand tattoos heeft en piercingen heeft, moet je daarom iemand afkeuren? Gaat het toch om hoe ze hier zijn, dacht ik. Of zie ik dat verkeerd? Ja, zeg het dan. Schrijf het er maar onder.
als jullie er anders over denken. Maar ik zeg, mijn beurt gaat erom hoe ik van binnen ben. En dat ik tattoos heb, nou, ik ben er trots op. Want dat is mijn mannetje. Dat is het sterrenbeeld van mijn jongste dochter. Met haar naam eronder. En dan heb ik, ja, die naam is alleen nog vervaagd. En dat is iets waar ik absoluut niks aan kan doen. En ik heb er ook het geld er niet voor. Maar daar behoort de naam Jack in te staan van mijn mannetje. Ja, hij had er ook een met mijn naam erin. Nou, en het zal hartstikke duur wezen om dat weer te moeten laten repareren of zoiets. Maar ik ben er trots op dat ik dat op mijn lichaam draag. En ze had dan ook wat over mijn tongpiercing te zeggen. Ja. Ieder het zijne. Ik heb geen gebit meer, helaas. En dan nog had ik ook een piercing genomen. Maar ik speelde vroeger altijd met mijn gebit, tandenkruis, etc. Ja, en dan kan je dat niet meer. En dan ga je andere dingen zoeken. En dan begin je te veel te snoepen en te doen en te groeien. En dan kun je wel zeggen, ja, doe je kunstgebit in. Nee, ik wil niet dood. Niet op een kunstgebit in ieder geval. Ik heb hem één keer half in mijn keel gehad. Dat was mijn ondergebit. Eén keer half in mijn keel. Ik liep blauw aan. Toen leefde mijn mannetje nog. Die heeft hem eruit weten te trekken. Zijn toen naar de eerste hulp geweest. Toen moest ik vloeibaar eten hebben, want het was helemaal rood en vurig helemaal. Dus ik moest een week aan vloeibaar. En daarna moest ik weer naar mijn huisarts om te laten controleren. Nou, allemaal gedaan. En toen heb ik dus dat gebit in een gebakje, in een bakje gedaan. En ik heb gezegd, nooit meer erin. Nee, nooit meer. Ik hoef niet dat weer mee te maken. Kwam ik nog een keer de angsttandarts tegen, toevallig, in de stad. En toen vroeg hij ook hoe het ging met me. Ik zei, nou ja, zo en zo. Hij zei, dan hadden we aan de bel getrokken. Hij zei, dan hadden we je weer geholpen. Dan hadden we je weer geopereerd. Ik zei, ja, ik zeg, en dan weer. Ik zeg, en dan weer. Ik zei, nee, want, dus hadden, want dat had hij al verteld. Dan hadden ze hem uit mijn bovenbeen weg moeten halen, in mijn mond moeten zetten, want mijn kaak die was maar heel klein. Het is nou nog kleiner, want het slinkt alleen nog maar. Maar het was al een dunne kaak. Daarna moest dat genezen. En als het genezen was, dan moest er weer het liedje van André van Duin, een nippeltje, een moertje, een boutje, weet je wel, moest er allemaal in. En dan kreeg ik dan een klik-in-systeem. Mijn lijf geen Polonaise meer. Ik zeg, noppenjendo. Ik zeg, ben te verstaan? Ik zeg, en voor degenen die mij niet zullen verstaan, dan is het hun probleem, niet dat van mij. Want ik weet dat ik goed acute leer. Dus ja, wat is er dan mis mee, weet je? Maar in ieder geval, ik draag daarom dus geen gebit, want ik hoef er niet in te stikken. Nee. En wat ik er ook mee deed, het zei Cookie Dent of wat voor troep dan ook je de fucking kopen om een gebit aan je kaak vast te zetten. Het hielp bij mij niet. 2-3 happen of wat te drinken en of het nou koud of warm was, maakte niet uit. Het zat los. Bovengebit zat muurvast. Daar hoefde ik niks mee te doen. Maar het ondergebit, nou, niet leuk meer. Maar in ieder geval, nou heb ik wat te spelen met die piercing in mijn tong. Dus daarom heb ik onder andere een tongpiercing genomen. Nou, en degene die dan mij voor gek verklaren of wat dan ook, is ook hun probleem en niet dat van mij. Ik weet van mezelf dat ik er verder goed eruit zie en dat ik er netjes uitzie en dat ik niet aanstootgevend ben of wat dan ook. Dus ja, en als ze dan dat wel vinden, nou ja, dan is het hun probleem en niet dat van mij. Maar oké, ik ga straks wel weer wat aan mijn voeten doen, want ik heb steenkoude voeten en het was er net maar 19 graden, dus het is flink afgekoeld. Hey Google, hoeveel graden is het buiten?
De huidige temperatuur in Den Helder is 19 graden. Dat zeg ik. Dan weer 19, dan net 17, dus wel weer 2 graadjes warmer. Maar ik heb de deur ook weer dicht gedaan, het zonnescherm weer omhoog gedaan. En ik denk, weer licht in huis. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon verder van jullie namiddag. Het loopt weer rustig aan tegen 5:30 aan. Ik ga verder met die vlog. Daarna ga ik naar boven toe om wat in ieder geval aan mijn voeten te doen. Pantykousjes, mijn sokken en mijn laarsjes. Dan wordt dat weer lekker warm. En dan heb ik niet zoveel pijn en dan heb ik nou wel. Ja, sorry. Maar in ieder geval, en dan morgen ga ik lekker naar de kapper. En ik heb het nou ook gewassen, want het zat voor geen meter. En dan morgen naar de kapper en dan zal ik ook van de week zelf eventjes mijn haar met die tube doen die ik van Claudia heb gehad. Dus we zullen het beleven. Ja, want het wordt hier allemaal weer wit zoals jullie zien er bovenop. Nou ja, pech. En ja, ik heb trouwens gisteren, oh zo lief. Zo lief van mijn kapper. Ja. Ik moet het wel willen. Een flesje nagellak cadeau gehad. Nee, ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Nou, het glimt natuurlijk tot de met. Ik zal het wel even zeggen wat erop staat. Want ik kan het zelf amper lezen omdat het zo glimt. Hoofdletter L van Leo. En de hoofdletter M van Marie. LM. En dan moet ik verder lezen. Meror. Dus de M van Marie. De I van Isaac. De R van Richard. Nog een keer de R van Richard. De O van Otto. Weer de R van Richard. En dan Nai Polish. Dus mooi. Toch? En dat is niet goedkoop hoor. Maar ik kreeg het zo van haar. Nou, ik vind het zo lief. Ja, geweldig. Dus ja, dan ga ik ook met het weekend even mee aan de gang. Want dat is ook niet mooi meer. Dat is ook kaal. Dus dat gaat er ook weer af. En dan komt het allemaal weer goed. Ja, ik krijg last van mijn arm omdat ik jullie in mijn hand heb. Dus ja, ik moet het maar weer in de statief doen als ik zo lang paraat. Maar in ieder geval, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet ze. Things in life are free.